in Helsinki. Dit is geen bijeenkomst van harthorenden, maar deze mensen zijn bezoekers van het Amsterdam Stedelijk Museum, die volgens een zeer moderne methode worden rondgeleid. Via een hoorapparaat krijgen ze een uitleg en worden ze gedirigeerd naar de verschillende kunstscheppingen. De gesproken tekst is in verschillende talen opgenomen op een zogenaamde tape recorder. J'ai une curiosité malsaine du public et que nous croyons à même. Het geluid van de magnetische band gaat via een versterker naar een ringlijn die zich langs de plinten van de expositieruimte bevindt. De elektromagnetische straling die van de ringlijn uitgaat, maakt het mogelijk om met een normaal hoorapparaat, voorzien van ingebouwde inductiespoel, het gesproken woord te volgen zonder dat daarbij de rust in het museum wordt verstoord. De oordopjes worden telkens zorgvuldig gedesinfecteerd. Iedere bezoeker ontvangt nu zo'n apparaatje en volgt dan via dit vernuftige systeem de aanwijzingen en de explicatie van een onzichtbare gids. Hier staan we dus voor een van die opzienbarende vervalsingen door Van Meegeren. Door Van Meegeren naar Vermeer. De gaten in het doek zijn te wijten aan de te krachtdadige pogingen van Van Meegeren om aan het doek een oud aanzien te geven. En als u nu even naar rechts kijkt, naar die originele tekening van Van Meegeren, dan ziet ook u direct dat het een grote overeenkomst is tussen deze kop en die van de Christusfiguur op de zogenaamde Vermeer. En nu naar het volgende voorbeeld. Voor deze Nederlandse primeur op het gebied van rondleiding bestaat ook in het buitenland inmiddels reeds veel belangstelling.